Goeiedag dames en heren, ik ben van Garnetjop en dan ga jullie alles vertellen over de Phoenix canariensis. Het is namelijk een palmenfamilie. Hier hebben we dan de Phoenix canariensis. Is een afkomstig van de Canarische eilanden. Vandaar ook zijn Nederlandse naam, Canarische dadelpalm. Hij behoort tot de plantenfamilie van de Arakea. Het mooie aan deze palm is zijn stoere stam wanneer hij een goede hoogte heeft gehaald. Deze Phoenix canariensis is winterhard, let echter wel op periodes met aanhoudende vorst. Dit soort palmen gebruiken van zichzelf heel veel water. Bij deze soort is het zo dat de grond niet mag uitdrogen. Maar pas er wel op dat de wortels van deze palm niet in water blijven staan. Controleer regelmatig met een vinger in de grond of deze nog steeds vochtig aanvoelt. Wanneer de grond droger wordt, kan je de Phoenix canariensis weer water geven. De hoeveelheid is afhankelijk van de verschillende factoren, zoals de standplaats en de grootte van de kamerplant. Begin daarom met kleine hoeveelheden water per gietbeurt. Is de grond na 5 dagen nog steeds erg nat, geef dan minder water per gietbeurt. Wanneer de Phoenix canariensis buiten zal worden geplaatst, zal de palm meer water verbruiken. Vooral op warme dagen is dagelijks water geven dan noodzakelijk. De Phoenix canariensis is gevoelig voor spint wanneer de palm binnen staat, vooral op kantoren waar de luchtvochtigheid droger is. Het is daarom raadzaam om deze palmsoort 2 keer per week te besproeien. Dit werkt zeker goed tegen insecten en parasieten. In de zomerperiode kan de palm ook gerust buiten worden gezet in een regenbui. Dan wordt het stof er tenminste ook direct vanaf gespoeld. Regenwater is sowieso gezonder dan kraanwater. Plaats deze Phoenix canariensis op een zonnige standplaats. Het blad verdraagt namelijk direct het zonlicht. Ook buiten in de tuin kan de plant in de volle zon staan. Het oude blad kan direct verbranden in direct zonlicht. De nieuwe bladeren zullen hier aan gewend zijn. Wanneer deze Phoenix canariensis te donker staat, zal dat geen nieuwe bladeren aanmaken. Plaats deze kamerplant 1 tot 2 meter voor het raam op het zuiden, zodat de palm minimaal 5 uur per dag direct het zonlicht ontvangt. Het komt de palm ten goede als die in de winter koeler staat dan in de normale kamertemperatuur. De minimumtemperatuur 's nachts is 1 graden in de plus en de minimumtemperatuur overdag is 6 graden in de plus. Er is dus een verschil tussen dag en nacht. Je kunt de Phoenix canariensis verpotten direct naar aanschaf, maar doe dit bij voorkeur in het voorjaar. Gebruik hiervoor universele potgrond of pokorn palmengrond. Gebruik een sierpot waarbij de diameter minimaal 20 cm breder is dan de vorige. Geef na het verpotten iets minder water, zodat de wortels op zoek gaan naar water. Dit zal het herstel van eventuele beschadigde wortels versnellen. Bij hogere temperaturen groeien de wortels sneller. Dit is de reden dat de plant het best in het lente verpot kan worden. Een grotere wortelkluit komt de gezondheid van de kamerpalm ten goede. Geef eens per week vloeibare voeding voor palmen in de groeiperiode. Geef nooit een overdosis, ook niet na een paar perioden dat de palm geen voeding heeft gehad. Het is aan te raden de palm in de zomer en het voorjaar te bemesten. Dit is niet nodig gedurende de rustperiode, dat is de herfst en winter. Gedurende deze periode groeit de palmen namelijk niet. Als de bladeren of bladpunten bruin worden, duidt dit op te veel of te weinig water. Deze palmen laten zich enkel voortkweken door te zaaien. Ze is niet giftig. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. Nou mensen, dit was de video van de Phoenix canariensis. En dat is een palm. En ik zal zeggen adios amigos voor vandaag. Hey, doei!